Welkom terug. 1 op 2000 kinderen heeft twijfels over zijn of haar geslacht. Sanne is daar eentje van. Ze is gisteren voor het eerst naar school gegaan als meisje, maar eigenlijk is ze een jongen. Sanne heeft genderdysforie, waardoor ze zich niet kan neerleggen bij haar echte geslacht. Daar bestaat nog altijd een groot taboe rond en daarom heeft ze samen met haar ouders besloten om met haar verhaal naar buiten te komen. Bruno Struis. Voor Sanne en haar ouders is de eerste schooldag dit jaar extra bijzonder. Geen nieuwe school of boekentas, maar wel een nieuwe naam. Vorig jaar ging ze nog naar school als Sinne. En vandaag is haar de eerste dag als meisje, dus als Sanne. Dus het is wel wat zenuwachtig. Ik ook natuurlijk, want voor mij is het toch zoiets van... Hoe gaat vandaag de dag verlopen? Gaan ze met haar spelen nu? Hè? Want het is toch helemaal anders, hè? Het is een hele aanpassing. Tot straks, dikke schat. Hè? Dag Sanne. Allee, en als je zin hebt, dan zit je met Sanne, hè? Ja. Dag, papa. Luister, ik dacht al dat ik erover ging. Allee, straks. Dag, Sanne. Sanne gaat naar het tweede leerjaar. Ze is geboren als Senne, maar al in de kleutertijd valt op dat hij geen typische jongen is. Vanaf het moment dat ze kost lopen en praten, zagen we eigenlijk al dat is nooit niet echt een jongen geweest. Ze speelt heel graag met Barbie en poppen aankleden. Echte meisjesdingen, nageltjes lakken, van die dingen allemaal. Hè? Ja. Woe! Super! Er zijn wel meer jongens die met poppen spelen, maar bij Sanne blijkt het dieper te zitten. Nicole herinnert zich een specifiek voorval uit de kleuterklas. Ze moesten een kaartje maken voor moederdag in de derde kleuterklas en dan moesten ze dan hun lippen voor verven. En dan moesten ze een kusje zetten op dat papiertje. Dus, en uiteindelijk, dat was klaar en dan iedereen moest hun lippenstift afvegen. En wij gaan ons Sanne halen s'avonds en ja, zij stond daar natuurlijk met felle rode lippenstift. Alle kindjes hadden die lippenstift verwijderd. Zij niet. Dus toen was ze nog maar 5. Sanne heeft nooit vriendjes uitgenodigd om te spelen. Enkel vriendinnetjes. En die moeten nu wel even wennen aan de nieuwe naam. Het is Sanne. Sanne. Jules is ook Sanne, hè? Ja. Ze heeft niet meer zo graag als we Sanne zeggen. Dat is waar. Daar heb je goed gelijk in. In het begin dat mijn dochter bij Sanne in de klas zat, speelde hij daar heel veel mee. En dan hebben ouders mij direct aangesproken om te zeggen, Sanne, dat is wel een heel speciaal jongenske. Die speelt ook alleen maar met meisjes. Ja. Dat was precies echt een meisje, maar in een jongenslichaam. Nog eens dag, Shaye. Gedurende 2 jaar proberen Eddie en Nicole hun zoon op andere gedachten te brengen. Op het einde van vorig schooljaar geven ze het dan toch op. Ze is van school thuisgekomen op een avond en toen heeft ze gevraagd van... mama, als ik een meisje moest zijn, zou je mij dan nog graag zien? Ik zeg, ja, tuurlijk, waarom niet? Ik zeg, jij zei en blijft mijn kind, hoe dat je ook zei. Ik zeg, maar je bent een jongen. Ja, dat is waar, zegt ze. En dan is er niks meer over gezegd en dan zijn wij gaan eten. En na het eten zat ze terug in de zetel en toen vroeg ze van, hoe zou dat zijn? Moest dat van onderweg zijn? En dan weten dat je op die moment, dat je op dat wisselpunt komt, dat je voort moet, dat je niet kunt blijven zeggen van dat is maar experimenteren wat dat kind te doen is. Eddie en Nicole beslissen professionele hulp te zoeken. In het UZ van Gent hebben ze een gespecialiseerd genderteam. Daar komen elk jaar 40 tot 50 kinderen binnen omdat ze genderdysfoor zijn. Genderdysforie is het feit dat een jongen of een meisje in zijn beleving, in zijn gedrag, in zijn interesses, in zijn gevoelens zich meer van het andere geslacht voelt dan van zijn eigen geslacht. Het is heel normaal als kinderen een bepaalde fase hebben waarin ze heel erg geïnteresseerd zijn in alles wat met spel of kledij of hobby's van het andere geslacht te maken heeft. Maar wanneer is het aangewezen om toch de stap te zetten naar hulpverlening, is als je ziet dat een bepaald kind daar ook heel erg onder te lijden heeft, dat hij daar heel veel vragen over stelt, dat hij ook zich innerlijk niet goed lijkt te voelen. Het genderteam bestaat uit onder andere psychologen, psychiaters en endocrinologen. Vaak krijgen de ouders van het kind specifieke raad mee.
Het is vooral belangrijk dat een kind de boodschap krijgt dat het oké is waar het in geïnteresseerd is. Stel dat je aan een jongetje die graag met Barbies speelt elke keer zegt van nee, Barbies is voor meisjes, wakker je eigenlijk vooral het gevoel aan dat je daarvoor meisje moet zijn om met Barbies te mogen spelen. Maar kleding is natuurlijk iets anders. Hè. Een jongen die in een rokje of in een kleedje rondloopt, ja, die wordt als meisje beschouwd. Hè. Dus stel dat je een jongetje in meisjeskleding laat rondlopen, maak je eigenlijk al meteen een rolwisseling. Dan switch je van hij naar zij. Eens je overgestapt bent naar het andere geslacht, wordt het moeilijk om daarop terug te komen. Daarom raadt het genderteam aan om de definitieve beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. Van de groep kinderen jonger dan 12 die zich aanmelden bij ons, zien we dat 60% van de kinderen op latere leeftijd homoseksueel lijken te zijn of lesbisch. Dat 20% van de kinderen op latere leeftijd gewoon heteroseksuele relaties aangaan. En 20% van de kinderen en jongeren stromen dan uiteindelijk toch door richting transitie. In Gent beweren ze dat wij nu de deur voor ons Sanne voorgoed gesloten hebben. Dat ze nooit meer terug kan nu. Omdat ze Sanne noemt en omdat ze als meisje naar school gaat. En ik ben daar eerlijk in, ik krijg ze geen broek niet meer aan. Ik heb het vanmorgen nog gevraagd van waarom doe je niet graag een lange broek aan? Dat zit veel te strak, zegt ze. Ik doe nooit nog een broek aan. Is het mooi? Ja. De ouders van Sanne leggen de raad van het genderteam naast zich neer. Hun dochter valt niet te stoppen. Dan vroeg ze in de winkel van, mag ik nu een kleedje voor mezelf? En als je toen haar gezicht zag, ja, dan breekt elk moederhart. Want dat was echt zo verdrietig van, ik ben wel degelijk een meisje, maar jullie willen dat niet aanvaarden. Zo kwam dat over. En dan heb ik haar in de winkel toch een kleedje gegeven van haar eigen. En die was dolgelukkig. Mijn lievelingskleur is blauw. En ik zie graag rokjes en kleedjes. Wij staan voor alles open. Als zij toch zegt in de puberteit van het is toch niet wat ik wil, dan kan ze altijd terug. Dan ga ik onmiddellijk met haar shoppen en dan krijgt ze direct terug jongenskleren. Dus ja. Maar dan is ze ondertussen wel al die jaren gelukkig geweest. Dit mooi. En dit. Daan Duvillier is een 25-jarige IT'er. Hij is geboren als meisje, maar voelt zich op en top jongen. Al zijn hele leven. Zelf was ik daar ook al van, als ik 3-4 jaar was, eigenlijk zeker van ik ben een jongen. Eigenlijk, mensen denken van 7 jaar is heel jong, maar eigenlijk, kinderen weten sowieso al wie dat ze zijn. Kleedjes en rokjes wou ik echt niet dragen. Ook al pushte mijn mama mij soms van, allee, dat is toch een mooi kleedje, maar dat wou ik dus echt niet dragen. Dus ik droeg eigenlijk ja, zo unisex kledij die dus zowel voor jongens als meisjes paste. Maar eigenlijk sinds, het is eigenlijk pas in het 5e leerjaar dat ik echt een typische jongensbroek kreeg en dat was ik echt super gelukkig. Dat was zo een zwarte combatbroek met van die zak langs de zijkant. En daar was ik echt super gelukkig mee. Dat was ja, een droom die uitkwam. Pas op zijn 14e durft hij het aan zijn moeder te vertellen en stappen ze naar de genderkliniek. Hij is dan al te oud om de puberteit nog uit te stellen. Ik kreeg dus op mijn 12 jaar mijn regels. Je moet je voorstellen als je een jongen voelt en je krijgt plots je regels. Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb dat dus een paar jaar dan gehad eigenlijk. En telkens opnieuw was dat de hel voor mij. Dat was ja, depressief worden eigenlijk ervan en ziek. Op hun 16e mogen jongeren met hormonen van het andere geslacht beginnen. Op 18 jaar kunnen ze kiezen voor een geslachtsoperatie. Daan heeft zijn hormonentherapie altijd uitgesteld. Begin dit jaar is hij er toch mee gestart. Na 2 weken merkt hij dat zijn stem zakt en hij gaat fitnessen tot 2-3 keer per week. Omdat ik nu met hormonen begonnen ben en je daarvan kan verzwaren, probeer ik toch ook om regelmatig te gaan sporten om dus mijn gewicht op peil te houden. Ik doe ook aan krachttraining om dus ook wat ja, mannelijker spierbouw te krijgen en zo, dus om er wat mannelijker uit te zien. Net voor de start van de hormonenkuur stuurde Daan een kaartje rond met zijn nieuwe naam. Het is een tweede leven dat begint. Telkens als je een vrouw of juffrouw genoemd wordt, is dat een soort slag in je gezicht dat je krijgt. Zo van, ja nee, dat ben ik niet.
Dat is zo echt een persoon die ik niet meer wil zien. Gewoon omdat dat was ik niet. Ik had zo gewoon het gevoel dat gewoon een persoon is met een masker op. Sinds dat Sanne ermee naar buiten gekomen is, is ze veel gelukkiger dan als ze vroeger Sanne was. We hebben nu een heel gelukkig kind, maar tussen haakjes, ik heb het er soms nog heel moeilijk mee. Ik geef dat eerlijk toe. En zeker als ik haar in bad moet zetten, dan word ik wel terug geconfronteerd van... Snap je? Allee... Is dat elke keer met dat jongenslichaam voor altijd met dat jongenslichaam voor uw neus, ja. Daan ondergaat binnenkort de eerste van 3 geslachtsoperaties. Telkens moet hij enkele weken revalideren. En dan is hij eindelijk een echte man. 5 december is dus mijn eerste operatie. Dat is dus de borstverwijdering en baarmoederverwijdering. Die is dus ook nodig om eigenlijk mijn geslacht officieel te laten veranderen. Dus nu staat er eigenlijk nog een V op mijn paspoort. Dus vanaf dan kan ik eigenlijk ook aanvragen om mijn geslacht officieel te veranderen. En ik kijk er natuurlijk heel hard naar uit. Dat is ja, een droom die gaat uitkomen. Ik zwem al jaren niet meer, omdat ik gewoon niet aan kan om in een zwempak of zo rond te lopen. En vanaf dan kan dat wel weer. En kan ik gewoon op het strand rondlopen als man. En ja, dat wordt echt super. Intussen zit Sanne haar eerste schooldag erop. Vertel eens, hoe was het in school? Goed, heel leuk. En de kindjes? Ja. Ja, wat ja? Dat was leuk. Zeggen ze nog zinnen? Nee. Nee? Die ouders verdienen echt een pluim. Mensen kunnen zich gewoon niet voorstellen hoe dat Sanne zich moet voelen, denk ik. Die moet super gelukkig zijn dat hij als zichzelf naar school kan. Je ziet dat, hè? Helemaal opengebloeid, hè? Ja. Allee, vooruit. Kom maar. Het verhaal van Sanne die Sanne is geworden. En dit was de eerste Telefax van het nieuwe seizoen. Fijn dat u keek. Ik wens u nog een zeer fijne avond.